ja, we gingen verkeerd van start. En dat was ook een beetje niks schuld. Zouden we dat goed maken, Ken? Robin, ik denk dat jij de laaiing moet nemen in dit verhaal. Maar wat ik ook merkte is dat Kees en ik, die dan niet hetzelfde sterrenbeeld zijn, maar wel familie van elkaar, allebei ongeveer een even grote hekel hebben aan speurtochten. Nou, haaitie! Wat is je kopskeur? Nou, Jan Dunnes is duidelijk familie van mij. Nou, die vond het wel erg gezellig. Ja, maar die zorgde dat we niet te snel liepen en nee, zo. En die zorgde voor een beetje sfeer. Ja. Want die was vet te zoeken. Spannend, hè, jongens? Leuk, hè, kruispuzzel toch? Ik ontruim daar liever in Wienje dan net zo'n fokkerij. Oh, we lopen. Die kippetjes van Burgert. Lekker, hoor. Maar die beginnen wel een beetje te tokken. Ja, dat doen de werkers even. Dat begint een beetje te werken, neef. Jezus, klinkt wel bejaard. Heb je er geen last van? Zo. Neef? Van dat gekruid eten? Van nou, die kippetjes? Nee. Vroeger gingen we dan nou altijd erg dronken worden. Ja, maar daar is geen zin meer in. Dat doen we niet meer, hè? Nee. Nou. Ja, zie je dat met die kippetjes? Daar gaan we die kippetjes al aan tokken. Daar gaan we die kippetjes al. Zo erg toch? Nou, er winnen echt. De deko's nooit. Ik schaam mij gestikt, maar er winnen echt geen kippetjes. Nou, mijn moeder doet ze altijd in magie, maar dit was weer hard, hoor. De binnen kruien, daar ken, die ken ik niet. De binnen gekke kruien, met het naam aan de gang ging, hè? Oeh, je schaamteloos, man. Die burger moet je niet meer uithalen. Die burger komt bij mij niet meer in.